Terwijl we allemaal nog aan het bijkomen zijn van de ranzige nieuwe verhalen over Matthijs van Nieuwkerk, stelt Yvonne Koldewijer dat er alweer nieuwe deurt op komst is over de NPO. Er zou door het NRC gewerkt worden aan een groot en onthullend artikel over TV-baas Remco van Leen, die als opvolger van Frans Klein onder Frederike Leeflang dient. Yvonne stelt dat er zeer forse beschuldigingen over Remco op komst zijn. Het zou gaan om tientallen incidenten van ernstig grensoverschrijdend gedrag en Frederike wist daarvan toen hij werd aangesteld, aldus de Juice koningin. Ze blaast in de media nogal hoog van de toren hoe belangrijk ze het vindt dat de werkvloer veilig is. Genant. Het is de zoveelste fars van de NPO, aldus Yvonne. En volgens kijkcijferautoriteit Tina Nijkamp, die zelf overigens ook heeft gesolliciteerd op de functie die Remco nu bekleedt, kan dit heel erg explosief gaan worden. Tina weet nog niet goed hoe ze hiermee om moet gaan, vertelt ze in The Friday Move. Dat Remco van Leen-artikel is nog niet verschenen in NRC, dus daar kunnen we nog niet zo heel veel over zeggen. Gastheer Wilfred genee, ja, maar als wat hier staat al maar voor de helft waar is, dan is het behoorlijk heftig. Tina, ja, dan heeft het sowieso consequenties. Voor Remco en voor Frederike. Toevallig zit ik 15 februari bij Frederike Leeflang, want ze heeft me uitgenodigd voor een kopje koffie, dus wie weet wat de agenda gaat zijn. Denkt Tina dat Frederike dan ook plaats moet maken? Ja, dat denk ik wel. Ik weet niet wanneer en of het komt, maar als dat waar mocht zijn wat Yvonne Kolderweijer beweert. Zij wist dat dan blijkbaar volgens Yvonne Kolderweijer, maar dat moeten we eerst nog wel zien. Wilfred besluit er zou seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben plaatsgevonden. Maar we zitten nu wel bij Yvonne Coldeweijer, dat is een beetje lastig. Laten we even kijken wat ermee gebeurt.